Hallo, mijn naam is Philip de Roos, ik ben de oprichter van Legaloid en wij maken het recht toegankelijk. En in dit filmpje vertel ik je kort iets over de akte van overdracht van intellectueel eigendom. Want wat is dat nou eigenlijk en waarom heb je dat nodig? Het zit als volgt. Het kan zijn dat jij eigenaar bent van een intellectueel eigendom. Vaak is dat bijvoorbeeld auteursrecht op een broncode. Ik noem maar even wat. Dan heb je een partij die soms eigendom van jou wil verkrijgen. Dan maak je een afspraak. Eigenlijk net als met de koop en verkoop van een huis. Alleen dan wordt er vaak één belangrijk element vergeten en dat is de levering. Want de koop en de levering zijn juridisch twee verschillende zaken. De koop leg je neer in een normale overeenkomst met de partij die de intellectuele eigendomsrecht van jou wil kopen. Maar de levering moet juridisch in een akte. Zo heet dat nou eenmaal. En die akte die staat ook bij ons op Legaloid. En als je die akte maakt, dan word je door het proces genomen en worden belangrijke vragen aan je gesteld over welk intellectueel eigendomsrecht wil je nou precies overdragen en wat zijn de voorwaarden. Maar mocht je toch vragen houden, ook na dat model, aarzel niet om even contact met ons op te nemen, want we helpen je graag verder.